Wat heb jij me nou nog te zeggen, oom? Hé, kijk me aan. Rick, ik verban je hier bij het Sedbury. Waag het niet hier ooit terug te komen, want dan krijg ik jezelf in mijn zwaard. Oh, ik kom terug. En dan zal jij me geven wat mij toebehoort. Jij in welk leger? Laat me niet lachen. Oh, wacht maar, oom. Wacht maar. Vertrek nu. Laat me je niet meer zien, jongen. Anders laat je me geen keuze. Oké, best. Ik hoef je niet meer. Doei. Stomme oom. Wat moet ik nou doen? Ik heb heel mijn leven daar gewoond en nu... wat is dit? Farm of een bar? Ja, bij de farm, dat is niet voor mij, dus daar kan ik niet voor beginnen. En ik heb nog drie golden coins meegegeven, zo slecht is mijn oom ook weer niet. Dus ik ga in de bar vragen voor onderdak. Ik weet ook niet wat ik anders moet doen. Dus, hey, wat is dat daar? Treden in problemen. Hey! Laat die man met rust. Verbrand ze, aanvallen. Nee, weg. Auw, hey! Wat was dat? Nou. Ik wilde ze niet vermoorden, het spijt me echt vreselijk, maar ze vielen me aan. Bedankt dat je me hebt gered. Je bedankt me. In ieder geval, graag gedaan dat ik die mensen vermoord heb. Ze vielen mij zomaar aan. Er zijn nog meer op de weg, dus pas op. Oké, bedankt. Vind je het vast niet erg als ik een paar van die appels meeneem die je hier hebt? Oh, mijn god, dat zijn veel appels. Daar mis je er vast niet zoveel van. Dus dankjewel voor de appels. In ruil voordat ik je leven net gered heb en zo. Dus dat is helemaal prima. Dus tot de volgende keer. Ik zie je nog wel een keer. Laters. Oh ja, je hebt gelijk. Er zijn inderdaad nog een paar redenen hier zo. Helemaal niks aanvallen. Kom hier. Zo. Oh mijn god, dat zijn er veel. Zo waar ik Rick Rayford heet. Stop met deze reet aanvallen. Nee. Auw. Auw. Hey. Wat zie je met de schieten, joh? Met de kruisboog. Zijn dat zaden? Nou, oké. Nou, dat waren de laatste repens, denk ik. Dat waren de laatste, denk ik. Ik ga mijn welverdiende biertje halen in die bar, dus... Dat was even een inspanning. Leuk zakje hier. Hallo, kan ik je ergens mee helpen? Vaarwel. kan ik hier ergens slapen? Ik heb boven nog wel een kamer. Dat is dan 3 gold coins voor 1 nacht. Oké, heb je het geld? Oké, blijf hier even zitten en neem een pint. Ik ga vast de kamer. Ik ga de kamer vast klaarmaken. Ja, pint. Oké. Okay. Hey. Ja. Ja? Hey, wat is jouw naam? Mijn naam is Rick. Ah, mooi naam. Ik ben Matthew. Aangenaam. Hierop moeten we proosten, jongen. Ja, proost. Ja. Ik ben echt niet dronken. Oké. Nee, ik ben niet dronken. Je denkt van wel. Oké, ik ben dronken. Bij me. Ja! gaat wel goed? Ja, de standaard. Oké. Ik heb twijfels over je gezondheid, maar voor de rest... Ik ga je mijn levensverhaal vertellen. Mijn leven begon allemaal op de boerderij toen mijn mami mij verwekte. Het was zo mooi. Ik werd geboren en ik krijste de hele kamer bij elkaar. Het was zo mooi. Alleen toen besloot ik, 20 jaar later, een mercenary... fucking Engels. Een huurling te worden. En ik begon mensen en raiders op te jagen en het verdient kut. Dus ik wil iets anders, maar ik kan niemand vinden die iets doet, een dorp bouwen of zo, of een nieuw dorp sticht, weet ik veel. Eigenlijk lijkt mij wel leuk om te gaan doen. Heb jij interesse om mee te gaan? Bullshit, dat kan nooit. Zoveel geluk heb ik niet, oké? Ik heb alleen maar pech gehad in mijn leven. Nou, met z'n tweeën kunnen we nou bereiken, toch? Echt? Denk je? Ja. Laten we dat proosten. Ja. Godverdamme. Oké. Macht en gewoonte. Oké, proost! Met het bloed. Proost! Zo, dus ik voel me nou weer nuchter. Kom je mee? Ja, is goed. Laten we gaan. Ja, laten we lopen. Oh, het is al avond. Hé, moet je vriend niet mee? Hij is een beetje dronken. Oh, ja. Hij heeft een probleem. Ja. Weet je, jij niet of ze? Jij ik niet. Heb een probleem, maar hij is familieleden kwijtgeraakt. Oh, juist. Dus hij drinkt iedere dag heel erg veel, toch? Nee, hij is nogal stil. Waarom gromde jij? Oh, bitch. Oké, anyway. Laten we gaan. Ja, kijk, daar komt hij al. Hey. Ah, is vreedzaam.
Lekker rustig. Waarom? Hé, hey, jongens, wie is dat? Oh shit! Ah! 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 Me... ah. Nee, you die! You die! Ik doe mijn helm op. Oh, er zijn nog meer! Zijn nog meer! Kom hier, jij! Ah! Oh, het zijn er veel. Oh shit! Kom maar! Ik heb hem. En ik heb andere. Hier is eentje met brood. Ja, boogschutter. Hiya! Oh, ik heb een crossbow. Nice. Kun jij misschien de crossbow pakken? Oh, ik had het tegen hem aan laten. Ik repareer deze. Ik ben heel handig daarmee. Ja, ik heb het. Hier zo. Oké, je hoeft niet mee te helpen, oké? Okay? Gedraag je eens een keer, man. Oh. Jezus Christus. Ze wil niks. John. Wat was zijn naam ook weer? John? Ja, John. Wat is ja, oké. Okay. Ja, ik had net een beetje met hem gesproken. De enige keer dat hij praat is hij stom dronken en dan heeft hij het over... Oh, ik ben mijn familieleden komen kwijtgeraakt. Maar dat is toch echt zijn eigen... Oh, shit! Ah! Nog een paar. Oh. Zo. Oh, je bent best wel goed met het zwaard. Oh, dank je. Je hebt best wel ervaring voor een... wat ben je eigenlijk? Nee, dat zoek ik wel later wel uit. Oké. Eigenlijk ben ik een... Nou, dit is de brug die dit is gevaarlijk. Naar huis. Waarom is hij ingestort? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dit was gisteren nog niet zo. Oké, laat aan de kant. Ik spring dus eerst wel. Ja, oké, ga jij maar. Wow, dat is close. Wow. Dat is echt gevaarlijk. Jij komt als laatste. Kom maar gelijk achter me aan. Kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Kom op, je kunt het. Ja, kom, spring, je kunt het wel. Kom. Makkelijk. Doen. Nee, John! Oh mijn god! Oh shit. Nee. Dat kan niet waar. Dit is klaar. Oh. Fuck. Oh shit. Ik wist dat hij levensmoe was, maar om gewoon eraf te lopen. Oh mijn god. Maar wacht even, hij werd beschoten, maar door wie? Ik zie niemand meer. Die gozer is natuurlijk weer gepeerd. Oh, motherfuckers. We krijgen nog wel, We krijgen nog wel. Ik moet mijn wraak gaan zoeken. Ik ga wraak nemen op degene die... Wacht maar! Ik kom je halen. Oké, wat doen we nu? Ja, we moeten door. Alleen zonder hem. Maar laten we maar gaan. We moeten hier niet te lang blijven. Eigenlijk wil ik hem begraven, maar... Ja, maar we komen nou niet naar beneden. Dat sowieso. Nou, we hebben al tijd, maar... Ja, maar dat is te laag water. Straks vallen wij ook dood. Ja, dat is te laag water dat wij onze benen breken. Het is niet Minecraft of zo dit. Nee, natuurlijk niet. Wat dacht je? Dit is real life. Ja. Oké, laten we gaan. Oké. Maar, dorp zegt hè. Vertel me eens wat over jezelf. Ik ben Rick. Ja, dat en, weet ik. En ik heb de rest van... Ik was aan het hof van het kasteel. Jij was... Oh, dat verklaart je kroon. Oké. Okay. Ja. Rick, hè? Ja, Rick. Bah. Ja, ik was een of andere... Ik was een of andere schildknaap of zo. Die naam komt me bekend voor. Nou, ik was schildknaap voor de koning. Nou, dat zal wel. Oké. Okay, nou, maar ik had geen zin meer in. Het zal wel. Ik heb ook mijn eigen redenen om niet echt dat rijk... Ik woonde daar vroeger met mijn ouders. Maar... mijn pa had een ongeluk. Hij was ridder trouwens. Hij was in dienst van het leger. Alleen hij is omgekomen bij zo'n slag. En mijn moeder heeft een ongeluk gehad met een paard. En ze heeft haar been gebroken. En ze is er niet meer overheen gekomen intern. Oh. Intern bloeden en zo. Dat spijt me. Ik ben eigenlijk mijn ouders kwijt. Het is zo goed als... Ja, ik ben alleen. Voor een groot deel. Weet je? Ja. En, het is af en toe zwaar. Maar sinds ik die bierbrouwerij heb gevonden, het is zo lekker bier. Oh, jij moet er ook vaker komen. We gaan samen een keer naartoe. Ja, tuurlijk. Maar oké. Waarom niet? Jij bomen dus aan om iets te gaan bouwen. Maar... Ja, we gaan samen iets stichten. En dan worden wij zelf de burgemeesters. De burgemeester, dat klinkt wel aantrekkelijk. Burgemeester Matthew Beardsley. Ja, we zijn weer eens verdwaald. Ik heb dit altijd. Fuck, oké, we slaan hier wel een kamp op en dan zien we morgen wel verder. Ik vind dit trouwens... Dit valt nog volgens mij in de regio van het gebied van de dinges. Ja, dus we gaan lekker slapen. We gaan hier lekker slapen. Laten we maar kijk, deze grot is perfect. Een grot? Ja. Ziet er wel netjes uit. Oké. Ik ga wat hout verzamelen. Ja, blijf jij hier? Ik wou het hier. Oké, tot zo. Later.
Dat was een lange dag. Nou, we hebben elkaar ontmoet vandaag. Ja, we hebben hard gewerkt. Ja, lekker kampje. Nou, laten we nog even ons biertje dat we mee hebben genomen toasten op John. Toasten. Ja, ik hoop dat hij in een betere plek is nu. Ja, ik hoop dat hij terug is bij zijn familie. Ja, dat. Oh, dat is eigenlijk best wel een goede gedachte. Oh ja. Ja. Hoe dan ook. Ik ben moe, het is. Weet ik veel hoe laat het is al waarschijnlijk. Nou, we gaan wel heel lekker slapen na al dat alcohol. Ja, dat in ieder geval wel. Oké, wel rusten. Ik heb een prachtige bel voor jou. Ik heb ze niet vaak weg. Oké. Moet je wat? Een bel.